Ik ben Jill Schiernhover en ik heb echt iets superleuks voor je. Hoe zou jij het vinden als er van jouw kindertekening een echte knuffel gemaakt wordt? Moet je eens kijken naar deze super schattige knuffel. Deze is ook begonnen als kindertekening, gemaakt door Koen uit Nederland. En daarna als knuffel de hele wereld rondgegaan. Echt heel erg overal, in China, Afrika, Amerika. En wil je dat nou ook? Doe dan mee aan de grote tekenwedstrijd van IKEA. En hoe teken je nou een knuffel? Pak je pen en papier. En ik ga even drie knuffels laten zien in drie verschillende stijlen. Mijn truc is dat ik het altijd in één lijn teken, zodat het zo vloeiend mogelijk is. Nu heb je al de contouren van je knuffels. Nu gaan we de knuffels invullen. Ik teken altijd gezichtjes door eerst een hartje te tekenen. Dat wordt de neus. En onder dat hartje teken je een klein ankertje. Dat wordt de mond. En je tekent heel makkelijk een buikje van de knuffel door gewoon een rondje te tekenen. Dit is misschien wel leuk. We gaan zo'n drakenstaart maken. Dat doe je door gewoon een slangetje te tekenen. En daar teken je dan allemaal piramides op. En jongens, bij tekenen zijn er geen regels. Hè? Echt alles mag. Leef je uit. Doe precies waar jij zin in hebt. Ik heb dus nu allemaal leuke ideeën op papier. Nu ga ik al die ideeën bij elkaar combineren tot mijn droomknuffel. Nu ga ik hem inkleuren, zodat mijn knuffel nog meer tot leven komt. Tada! Dit is hem. IKEA houdt van dansen, cupcakes, heeft een lichtgeemde discostaart en een kroontje met een echt diamantje. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie creaties en mooie kunstwerken. Dus maak jouw droomknuffels. Hier op de site kun je zien hoe je meedoet. En wie weet win jij dan wel, net als Koen. En wordt jouw tekening straks een echte knuffel en komt die in alle IKEA's in de hele wereld te liggen. Hoe ontzettend vet is dat? Dat wil je toch? Nou jongens, aan de slag en veel succes!